Ja, dus, maar ja, omdat wij ze zelf geplant hebben en omdat wij ze zelf ook altijd vanaf het begin hebben onderhouden, beschouwen we het wel als het project wat wij doen. Ik ben Jan van Welkom en wij zijn met z'n drieën, Hans Nijkens, Roel van Bohemen, vormen wij het drietal dat elk jaar het vrijwilligerswerk van de knotploeg LNMH in stand houdt en daar in het winterseizoen mee bezig zijn. Dus wilgenknotten is bedoeld als in principe natuurlijk om het vrijwillig landschapsbeheer vorm te geven, om daar een bijdrage aan te leveren. Vaak mensen die door de week ook geen lichamelijk werk verrichten. Niet dat dat bijzonder, dat een speciaal kenmerk is, maar het is niet zo dat hier alleen maar bosbouwers en bomenchirurgen aan het werk zijn. We zijn meestal hebben het werk om dit te doen. Vooral om andere mensen te ontmoeten. Als een soort, inderdaad, toch een ontmoetingsplek met andere mensen en andere beroepen. Er zijn heel veel verschillende beroepen die hier bij elkaar komen. Die met elkaar leuk praatje hebben en elkaar leuk vinden om dit te doen met elkaar. Hier is Roel van Bohemen. Dat is een van de organisatoren van onze vrijwilligersclub. Is bezig om deze mooie, toch al behoorlijk dikke knotwillig, om die te snoeien. We doen dat dit jaar, het zijn hier denk ik een stuk of 40 knotwilligen op een rijtje. We hebben dit jaar besloten om ze om en om te snoeien. Dus de boom hiernaast, die laten we staan, omdat we daarmee dan ook de functie van de boom, want de functie van de boom, wat ik net vertelde, is niet alleen om ervoor te zorgen dat er geriefhout en gebruikshout afkomt. Maar je ziet hier, die boom, als je daar filmt, zit allerlei gaten in. Ja. Boven waar Roel nu staat, daar komt zand in. Daar gaan andere planten in groeien. Dus een knotwillig is vaak ook een verblijfplaats voor heel veel andere planten die daar binnenin gaan groeien. En wat ook heel belangrijk is voor vogels en voor insecten en voor andere kleine diertjes. Zie je dat is een heel biotoop op zich. Waarbij heel veel dieren, planten en kleine organismen, dat die daar het naar de zin hebben. Laat ik zo zeggen, een knotwillig is een gebruiksboom. Vroeger werden knotwilligen geplant door boeren, vooral omdat daar takken vandaan kwamen. Die werden gebruikt om omheiningen, om afrasteringen te maken, om de weilanden. En het hout, wat dunne hout, werd gebruikt als mustert om de bakkersoven te stoken. Nou, vroeger was dus een knotwillig van dienst om de boer te helpen. Dat had hij gewoon nodig, was een gebruiksboom. We hebben wel gevonden dat die knotwilligen en ook houtwallen, waar wij ook voor zorgen, dat die het landschap bepalen, het Brabantse landschap mee bepalen. In 1981 zijn wij begonnen in Den Hoek, waar zulke dikke en op open klappen, op open scheuren staande knotwilligen stonden. En die we dan toen een nieuw leven in hebben geblazen. Nou, dat is heel eenvoudig, want een knotwillig, die kun je planten, een staak van een knotwillig. Die kun je, als je onderaan een beetje van de schil, van de schors eraf haalt, dan zet je die in de grond en meestal beginnen die vanzelf te groeien. Geen stekpoeder, er hoeven geen wortels aan te zitten. Als ik hier een stok die een behoorlijke dikte heeft afzaag, dan kan ik die in de grond zetten en die begint vanzelf te groeien. Maar daarmee is natuurlijk nog geen knotwillig ontstaan. Want als die stok in de grond staat, dan begint die aan alle kanten begint die uit te lopen. Die begint vanaf onderaf aan, langs de hele stok krijg je dan uitschot. En daarom wordt zo'n knotwillig als die eerste jaren ook, die stam die wordt vrijgehouden. Die wordt elk jaar, laten we zeggen, schoongehouden. En bovenaan, daarom heet het ook de knot, bovenaan laten ze dan de takken laten ze uitgroeien.
En dan ontstaat in de loop van enkele jaren, en dit zie je hier, deze knotwilgen die hier staan, die zijn dan een jaar of 10 tot 15 jaar oud. Die hebben inmiddels bovenaan al een knot gekregen, omdat, ja, laat ik zeggen, door die verschillende takken die eraan komen, van links naar rechts en naar boven, dat die dan samen de knot gaan vormen van de boom eigenlijk. Nou, kijk, een wilg is natuurlijk wel een boom, hè? De salix is natuurlijk wel een boom, maar de wijze waarop die, vanwege wat ik net vertelde over het gebruik wat de boeren ervan hadden, op deze manier hebben laten groeien, hebben ze deze knotwilgen die vorm gegeven. Laat ik zeggen, vroeger werden ze ook zo geplant, maar er zijn gewoon knotwilgen, er zijn ook treurwilgen en er zijn ook allerlei soorten wilgen. En deze zijn dus inderdaad op die manier geplant om ze die nuttigheid en die productiemogelijkheid te bieden. We zijn hier, wat leuk is aan dit rijtje van knotwilgen, dit hebben we, denk ik, wat ik net zei, 15 jaar geleden hebben we die hier zelf geplant. Met staken die we... Staken, daar bedoel ik dan die eerste stok in de grond. Die hebben we uit het Helversbroek weggezaagd en die hebben we hier toen neergezet. 15 jaar geleden, en sindsdien hebben wij ook om de 5 jaar, maar dat is ongeveer zo'n beetje het ritme waarmee je die boom moet onderhouden. We hebben om de 5 jaar hebben we hier al onderhoud gepleegd en zo krijgen we op die manier hebben we dan nu dit mooie rijtje voor elkaar gekregen. Het was aanvankelijk hier ook het idee dat dit een aanplant was op een particulier bezit, een particuliere grond van een boer die een eindje verder weg woont. Achteraf is toch gebleken dat dit inderdaad gemeentegrond is. Maar ja, wij hadden toen deze bomen hier geplant en omdat wij ze hier neergezet hebben en op hebben zien groeien en hebben onderhouden, zijn toch een beetje onze kindjes geworden. Hè? Dus wij blijven hier goed voor zorgen. Ja. Ja, ik denk niet dat de gemeente daarop tegen is. Nee. Maar we hebben het nooit aan de gemeente gevraagd en ik heb ook begrepen dat over het eigendomsrecht van dit perceel ook eigenlijk toen geen duidelijkheid was en dat de gemeente dat zelf ook niet wist. Kijk, we hebben ook wilgen staken geleverd voor langs de Raamse Loop, daar bij de Poortenstraat. Daar hebben we ook wilgenstaken geleverd en die heeft de gemeente daar zelf, op verzoek van de gemeente, die hebben ze daar zelf neergezet. Toen hebben wij gezegd, och, als jullie die daar neerzetten, willen wij ze wel bijhouden. Maar dat heeft de gemeente eigenlijk nooit aan ons gevraagd. Dus die gemeente die heeft dat stuk, die wilgen, die houden ze in eigen beheer. Wat leuk is, toen wij hier bezig waren, toen woonde daar een bekende Helvoortenaar. En dat was Dree Simons. En Dree Simons die hield van het landschap. Die vond het ook leuk dat wij hier wilgen kwamen planten. En die vond het ook leuk dat wij hier die wilgen bijhielden. En hier was een put, zal ik maar zeggen. Een vijver. En die diende vroeger als brandvijver in het buitengebied. Kijk, nu zijn er overal brandkranen en brandputten. Maar toen had je hier een poel, een vijver, van als hier de pleuris uitbreekt op een boerderij, dat er dan geblust kan worden. Nou, dat is niet meer van toepassing. En daarom is ook zo'n waterpartij in het landschap van belang geworden. Om niet zozeer alleen maar om bluswater te kunnen tappen, maar wel ook omdat hier dan amfibieën en kikkers en zo een plaats zouden krijgen. En rondom zo'n kikkerpoel, die nou in het landschap vaak gemaakt worden, zijn dan ook veel knotwilgen geplant. Om op die manier ook het landschap een speciaal uitstraling te geven. Toen wij wilgen gingen knotten, 10 jaar geleden, waren de stokken die erop kwamen waren veel dikker. En toen was ook het stoken van een kachel, een houtkachel, nog niet zo verboden als nu. En toen namen heel veel mensen, kwamen knotten en die namen dan hout mee naar huis om daar thuis een kacheltje van te stoken. Nou, dat is allemaal minder interessant geworden en minder gewaardeerd. En nu laten we meestal het hout tussen de bomen liggen. En dan is het hout bedoeld als een soort gebied voor kleine diertjes en vogeltjes om daarin te schuilen. De takken die we hier afhalen, die hebben een hele bijzondere bestemming. Die worden in de loop van deze week worden die opgehaald door de mensen van Beekse Bergen. En daar krijgen de dieren in de Beekse Bergen, die krijgen daar dan te eten.